Dames en heren, hartelijk welkom bij het nieuwe aflevering van Disneycraft 129. Het is toch niet normaal, Leroy? Het is niet normaal. En ik ben hier vandaag met Leroy en met Kroelbeer die ik speel. Hallo, ik ben Kroelbeer. En Kroelbeer gaat samen met Leroy vandaag even kijken als bezoeker. Ja, toch? Ik ben nog aan het bijkomen, hoor, van vorige aflevering. Ja, dat snap ik. Ja, we hadden echt het is normaal. Echt... Ik weet niet of je hem hebt gezien, maar onze naam is veranderd. Klopt. Leroy heet Dino tegenwoordig. Ja, en, dat is nieuw. Maar de servernaam is ook veranderd. Dus dat is ook wel heel apart, ja. Wat een vernieuwing. Ja, hè? En heb je nieuwe trui gekregen, zie ik ook. Die heb ik nieuw, ja. Die heeft Robben voor me gebreid. Oh, wat schattig. Echt, ik ben hem echt heel dankbaar. Met een kerstboompje erop. Oh, wat leuk. En leuk, misschien moeten we dadelijk ook nog eventjes naar achter lopen naar Warp Kantoren. Want wij hebben daar nog pakketjes staan, hè? Want pakketten, ja. Ja, dat hebben we nog niet laten zien. Zullen we daar eens naartoe gaan? Gewoon even nu. Warp kantoren. Zo. Kijk, en met de magie gaan we naar deze warp toe. Dat is een heel nieuwe plek hier. En ik zie hier ook een plate staan gelijk. Leroy, zou ik daar overheen gaan? Ja, ik zou het toch doen. Bezoek de kantoren. Ja. Nou, dat was een hele moeilijke. En de kantoren is... Echt... Even kijken hoor. Er zijn verdiepingen en daar staan de kantoren van een aantal medewerkers. Je ziet dat Kenzo's kantoor kan er weggehaald worden. En Herman... Och, wie is hier de huismeester? Want ik dit is echt nog niet bijgehouden. Nee, dit is... Dit is heel jammer. Maar dat komt heel zeker goed nog, toch? Ja, absoluut. Super. En nog een hele oude foto weer. Wordt ook binnenkort veranderd. En personeelsruimte. Ik heb dat eigenlijk... Ik ben hier nog nooit geweest. Dat meen je serieus. Personeelsruimte. Want misschien zit hier ook nog wel wat achievements verstopt, hè? Er zit hier wel taart in de vitrine. Huh? Hoe kan dat dan weer? Ja. Oh, apart. Dat zijn Dino-producties. Oh, wat leuk, joh. Oh, echt een taartje erin. Wat grappig, joh. Een taart in de vitrine. Oké. Nou, dat ziet er wel lekker uit om te smullen. Friese kantoor. Arno Friese Hosting. Oh, van Friese Hosting, ja. En allemaal ijs staat erin. Ik zal eens even kijken van binnen. Kunnen we hier binnen kijken? Even kijken, hoor. Disney thee. Ja. Nou, dat blijft allemaal lekker. Disney dat is ijs-thee waarschijnlijk dan nu inmiddels. Ja, dat zou kunnen. Zo, zelfbediening. Nou, dat is mooi, dat is handig. En hier zit ook zit Donald Duck een boekje te lezen, zie ik hier zo. En Irma ook zit lekker een boekje te lezen. Nou goed. Garderobe. We worden in de gaten gehouden, jongen. Wat dan? Ja, hier. Oh, hallo zo. Mama. Hallo. Oh joh. Er staat gewoon een cameraatje daar. Maar hier... Oh, kijk nou. Wat? Wat is dit nou weer? Dat is wel een heel mooi damhert. Wat is dat? Het ziet er ook niet uit. Het is gewoon alsof hij zijn mond heeft geopend. Zie je dat? En Robby springt eruit. Wat? Ja, joh. Vreemd, joh. Nou ja, het zal wel goed zijn. Ik wens iedereen een leuk kerstmis. En een gelukkig nieuwjaar met groeten Dennis. Wauw, bouw ook van de beer Pieter VDD. Dus hier zit Pieter te bouwen aan een cadeau. We hebben namelijk loodjes getrokken, zoals jullie al weten. En elk loodje heeft de naam van een medewerker. En hier zit Tim. En hier nog niemand, zie ik. En even kijken, wat kunnen we hier vinden? Crime scene. Oh jee. Er is een crime scene bezig hier. Wauw. En een grote klok. En iedereen heeft eigenlijk random dingen gebouwd aan de zijkant van zijn gebouw. Dat is van Erik, weet ik aan mijn hoofd. En hier zien we... Wat is dit dan? Irma? Die is Irma straakje. Zo, die is heel groot. Leuk. Ja joh. Wauw. Irma, die hebben we nog niet gezien joh. En wat is dit? Nee, ik weet nog niet. Wat is dit? Oh, dit zou Robin zijn. Een sinaasappel. Ongetwijfeld. Oh, een pumpkin. Ja, nee, ik dacht al. En hier zit Jens. Oh, ook een schat. Tegentje. Kijk, die mel ook. Die langwerpige mel. Ja, wat hebben we hier? We hebben... Oh, die heb ik gedaan. Kijk maar met Koi. Ik heb er... Gio heb ik een oorwarmers gegeven van bladeren. En neusgaten. Ziet er wel leuk uit. En dit is mijn in het hoekje. Weet je dat ik dat ben? Anders fuck jou. Oh, zeg. Wie heeft dat gedaan? Zal ik eens kijken? Ja, is goed. Romy! Oké. Okay. Beter dat ik dat ben. Oh, Romy wil dus dat ik dit ben. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben een banaan heb ik bovenop gemaakt. En dit is van Leroy. Jij hebt dit gemaakt, hè? Ik heb een groot ei. Leroy bouwt hier aan een surprise. Ik ben heel benieuwd. En dit is ook... dit is pas gebouwd. Voor de hele DC-crew Rara Wie Ben Ik... Nou, er staat een stok op van Blobolet. Nou, van wie moet ik zijn? Ik denk dat Jens is. Ik denk het ook, ja. En bovenop, dat is misschien leuk om te zien, heb ik ook een hele mooie kerstman gemaakt. Kijk. Ja, nee, ik vind hem schitterend. Hij is gewoon... Ik zou hem echt Niet na te bouwen. Niet na te bouwen.
Oké. Een groot vliegtuig. Wow. Nou, dat ziet er leuk uit. Ik zeg mensen, we gaan naar Warp Main Street. En dan gaan we daar gewoon weer verder, want ja, we zijn onderbroken door de kantoren. Maar dat geeft niet. Ja. En hallo Leroy. En iedereen is mee aan het doen. Hallo, we zijn er weer. Oh, je bent, ja, ik heb een dubbelganger. Ik dacht eerst van, dit is Leroy. Maar wie is nou de echte? Wacht. Hoe kan ik daarachter komen of wie de echte is? Nou, jij bent wel helemaal door de vloer gezakt. Zie ik. Oh, nu kom je weer omhoog. Ja. Oh, nu zak je er weer doorheen. Hè? Zak is lekker door. Zak is lekker... Nee? Je bent echt door de vloer gezakt bij mij. Oh. Oh, maar ja, je bent... Even kijken hoor, gaat hij omhoog? Oh, hij gaat nu uit de grond. Stijg op. Ja, nu ben je eruit. Kijk. Nu ben ik eruit. En Jelly, ja, ik weet niet wie is de echte. Wacht even. Leroy, of... Ja, ik weet niet wie het echt is. Mag ik jou wat vragen? Wanneer is Disneycraft ontstaan? Ik weet het wel. Ja? Ja, nee, ja. In februari 2013. Hij zegt geen... Maar hij weet het niet. Nee. Ik denk dat hij de nepper is. Ja, ik denk het ook. Ja, hij is nep. Ja, zeker. Sorry. Het staat ook boven je naam, dus ik denk dat... wat is dit? Mag ik dat hebben? Ik kan niks oppakken. Sorry, ik ben een bezoeker. Ik ben een simpele bezoeker. We gaan door. Want... Misschien kunnen we nog wat achievements, want we gaan op achievementjacht met iedereen. En er staat nog hier een bloemenwinkel. Misschien dat we daar wat kunnen vinden. Hallo, er staat een DC-cachère en een plate. Er staan geen... Je kan niks kopen hier, dus misschien is het wel een... Bezoek de winkel, de zingende bloem. Kijk. Yay! Yeah! Nou, dat is leuk. Die achievement hebben we ook. Nou, er zitten een hoop achievements hier, hè? Ja. Het zit bomvol eigenlijk. Bomvol. Misschien gaan we gewoon even door het kasteel, want... Achter het kasteel hebben we ook iets heel vets. En dat is namelijk een soort van interactief plein. En dat houdt in dat we daar ook heel vaak evenementjes gaan doen in 2015. We zijn er al mee begonnen. Maar het interactieve plein is dus eigenlijk een plein waarin je dus plates kan staan. En er staan dus, we krijgen geen achievements. Maar als je op die plate staat, dan zie je dus allerlei informatie over bepaalde sprookjes. Wel Engelstalig. Maar bijvoorbeeld hier zien we Sneeuwwitje. In het Engels. We gaan dus over de plate van Sneeuwwitje. Oh. You're never too old to be young. Je bent nooit te oud om jong te zijn, toch? Jong te zijn, ja. Dat is een mooi. En Tarzan, wat zegt Tarzan? I forgot to find my way and I will survive some way. Ik moet mijn weg vinden, maar ik zal wel overleven op een of andere manier. Nou, dat is wel leuk om dat... En hier zien we ook cadeautjes, hè, Leroy? Ja, 15. Hoeveelste is het? 12. 12 december. 13, nog 3 dagen dan. Of, dan oh ja, of 15. Ja, of 13, wanneer ja. Is... Hoeveel is het vandaag? Misschien als jullie dit zien, deze aflevering, is deze al geopend. Dat zou best kunnen. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar dan kan je naar het Disneycraft komen hier. En dan kan je gewoon kijken wat er in het cadeau staat voor verrassing. Of waarschijnlijk wordt het op die dag zelf georganiseerd. Dus hou dat wel in de gaten. Dat zou kunnen, ja. Want we hebben daar nog een hoofdcadeau. De achterin, die wordt geopend op, uit mijn hoofd, 25 december, klopt dat? Op de eerste kerstdag? Zou dat kunnen? Ja. En in de hoek, die is pas gelegen geopend. Daar kregen we 3 mensen VIP. En daar in de hoek staat nog een paars cadeautje die voor mij op 20 december geopend. Dat zou kunnen, ja. Ik weet niet zeker meer. Maar dan lopen wij gewoon die kant op. Ja, op 20 december wordt dit cadeau geopend. Oh. Ik ben benieuwd. En we hebben eindelijk we hebben de sneeuwschuivers aangenomen, zoals je ziet. Ja. Zullen wij anders de sneeuwwitjes bezoeken? Dat mooie, is goed. Prachtige gebouw ontworpen door Robin. Eigenlijk, volgens mij heeft Dennis hem gemaakt. En even Robin heeft dus Dusty Designs. Die heeft dit gebouw verder afgemaakt met details. Heel mooi. Best kunnen. Het ziet er heel mooi uit, ja. En er staat ook open, hè? Hij is open. Hij is open, ja. Nou, mooi. Gaan we eens kijken. Dit is ook een zogenaamde loopattractie. Oh, hekjes gaan het verkeerde kant op. Hekjes staan verkeerde kant. Ja, nu staat hij goed voor mij. Hè? Ja, hè? Oh, ik zit vast tussen het hekje. Ja, hij is dus... En we zien ook een verhaaltje. Er was eens een boze koningin die het mooiste van het hele land wilde zijn. Maar er was helaas iemand die veel mooier dan de koningin was. Het was namelijk Leroy. Yeah! Dino's. Dino's, ja. De koningin wilde van Leroy af. En dit probeerde ze door middel van een giftige banaan. En hier zien we dan het huis van de 7 dwergen, geloof ik. Hey ho, je krijgt het niet cadeau. En Leroy at van die appel. En toen viel hij in een vreselijk diepe slaap van 10.000 jaar. En hier ligt Leroy. Maar Roby kuste Leroy, waardoor ze wakker werd. Nou, dan blijf ik nog wel even liggen.
Deze bloem is door de crew geplant op 9 juli 2014. En die staat altijd in het decor gemengd hier, zo zie je het. Leroy, okay. Je kan het niet geloven. Je gaat zo weer over die pleet. Ja. Een leuke sneeuwwitje ligt hier gewoon lekker in het bedje eigenlijk. Het is echt heel leuk gedaan dit. Beetje te tukken. Ja, lekker tutteren. Tutteren. Nou, even kijken. Wil je nog wat lekkers? Want we kunnen nog een snackje nemen. Ik heb wel, wel honger gekregen van al het lopen, Leroy. Oh. Wat zullen we nemen? Ik vind die M&M's hier vind ik wel lekker. Nee, ik ga denk lekker? Ik voor die gevulde koek. Oh, gevulde koek. Nou, even kijken hoor. Zo, oh. Hoppakee. Hij ging open het luikje, zag je het? Ja. Zo, heb je hem? Gevulde nee, koekje? Nog niet. Oké. Okay. Ik wacht wel even. Oh, tot je hij dropt. Ja. Hij dropt. Oh, kijk. Lekker. Oh, lekker nijen zeg. Oeh. Even kijken hoor. Ik zie de D-Circus, zeg maar hier liggen 2 plates. Ik ga eens even met haar praten. Hallo, wij verkopen helaas geen appels meer in deze winkel. Excuus voor het ongemak. Nou, dat vind ik jammer. Nee, dat is maar goed ook, denk ik. Want die appels hier zijn niet te vertrouwen. Nee, inderdaad. Ik ga gewoon door de pleet en we hebben Sneeuwwitje bezocht, de attractie. Nou, dat was ontzettend leuk om even een keer deze dark ride te doen. En zo hebben wij dus allerlei loopattracties vermengd of verstopt in de mapkaart. Echt heel veel. Dus je kan, zelfs als er niemand online is, echt helemaal niemand, je bent alleen, dat gebeurt niet zo vaak, maar of je komt 3 uur in de nacht, je bent alleen, dan kan je nog bijna 25 attracties doen. Echt bizar. In Disneycraft. En natuurlijk heb je het al een keer gezien, maar je kan altijd even voor die achievements gaan en wij proberen ook zoveel mogelijk te updaten en we zijn nog altijd bezig met vernieuwingen en verbeteringen aan attracties, renovering. Altijd. Maar ook, maar ook gewoon natuurlijk nieuwe attracties, hè? En wat nieuw is, dat onze VIP's nu alle attracties die eerst medewerkerbesturing waren, kunnen onze VIP's nu ook besturen. Ja, dus daarom hebben jullie nu nieuwe attracties om te besturen, ook voor de VIP's en weer wat extra's. Absoluut. En ook een teamspeaker rang, om het gelijk te vertellen. Geen rank, maar een rang. Rang. En ik wil eigenlijk eens naar de cars gaan. Hij is open. Dus. Is die open? Oké, nou ik ga naar de linkerbaan. Dan ga ik rechts. Oké, is goed. En, hier moet je doorlopen. Daar ga je weer eruit. Dus misschien, hier over het trappetje. We gaan over een soort viaductje heen, over de attractie. En dan komen we uit hier zo. Het ziet er echt heel leuk uit. Hier kan je ook een beetje sneaken. Ik ga eens even erin. Nou, Leroy. En als je niet in het bakje komt, dan is de tip, je klikt op een ander blokje met de rechte muisknop en dan vervolgens weer op het karretje en dan kom je altijd in het karretje. En dan moet het lukken. Ja, zeker weten. Nou, ik heb niet echt veel aanhangers. Nee, inderdaad. Nou ja, je hebt 2 karretjes aan. Wie gaat hem starten? Weet ik niet, hij stond open. Dus er is niemand. Nee, er is niemand. Nou, jammer dit. Dan moeten we het een beetje imaginationen. Ja. Hoe gaan we dit nou doen? Beetje everywhere. Ik weet niet hoe we dit gaan doen nu. Hoe kom je er nou uit? Ja, magic. Oh. Magic everyone. Ik ben benieuwd. En wat is vernieuwd? Het systeem van de cars is vernieuwd. Jij gaat winnen waarschijnlijk dan. Dat weet ik niet. Ik heb niet gekeken. Okay. Want dat kunnen de VIP's instellen welke baan er wint. Oh, wauw. En dat zie je ook met digitaal op borden. Want vroeger moest je altijd kijken van welke kant staat de lever op. Maar nu is het dus zo dat je via het bordje kan lezen welke baan wint en ook met open en gesloten hebben wij veranderd. We hebben een contract met de eigenaar van Dino's en die heeft al onze LED-schermen vervangen. Ja. En er hangen nu bij iedere attractie hangen de LED-schermen met actuele informatie erop. Fantasie. En hier zien we de oude Tuffer. De kickstart staat in zijn neus, joh. Ja, ja. Pas maar op. Leuk hoor dit. Oh, dat is dat die kapperszaak geloof ik. Of die met die banden vernieuwing. De bandenwinkel, ja. Ja, want dit is een attractie waar jij en Dennis aan hebben gewerkt uit mijn hoofd. Absoluut. En jullie hebben ook een stukje, ik zeg we, omdat het natuurlijk, het is ja, het is een park. Het is we. Ja, het hoort gewoon, het is van iedereen. Ja, en er is ook een stukje dark ride inderdaad die toegevoegd met bepaalde lampen die aangaan, waardoor je dus scènes gaat zien. Misschien is het nog leuker als ik mijn moody settings aanzet. Oh, dus ik verkeerd nu. Het is bijna alles in één, deze attractie. Maar nog geen waterattractie, dat dan weer net. Nee, nog niet, nee. Dat werd te veel. We moesten dat heel werd te veel. Ja, en ook al dat past ook niet in de woestijn. Nou, je hebt 2 dino's in het karretje, zie ik. En wij hebben lekkere beertjes. En rendiertjes. En ik denk dat de dino's gaan winnen. Ja, denk je? Ja, dino power. Ja, dat weet ik niet hoor. Met die keper verlangzaam je wel hoor, een beetje. Nou, ja, we gaan starten. Ja, we ook.
En hier lanceert de attractie. Jullie gaan sneller. Doei. Ja, we hebben er iemand. En we hebben een achievement. Bezoek de attractie linkerbaan. Dat klopt. Hallo. Ik. Hallo. Trappen. Nee. We gaan naar rechts. Ja. Groen licht. Kom op. Trappen. Nee. Oh, daar gaan jullie. Ja. Nee. Ga je inhalen. Oh, chips. Oh, chips. Ja, nee. Dat gaan we niet meer redden. Yeah. Helaas. Oh jeetje, helaas. Oh. Nou ja. Wow. Maar bij de jongens en de draak in Efteling heb ik wel weer gewonnen. Ja, maar oké, Dino Power dan. Dino Power. En kijk die Italiaan ook hier. Die Italiaan. Ja, die is leuk hè. Schitterend. En dan ziet ook de Cars heeft gewonnen. De eerste prijs gaat naar hem. En dit is zo'n fantastische attractie. Het is zo afgelegen. Het lijkt daarom heel groot het park. Is het ook wel. Maar we hebben ook soms heel erg getrukt. Dat het eigenlijk nog groter lijkt dan dat het werkelijk is. Dat het is, ja. En als je VIP hebt, dan kan je daar gewoon lekker over vliegen. En achter de schermen zien hoe wij het hele park hebben gebouwd. Dus dat is een voordeel. En ik heb zo'n zin. Ik schaam me dat ik hem niet heb, Leroy. Maar ik heb geen achievement Donalbaan. Echt waar. Ik heb hem gewoon. Oh. Ja. Dit is wel een van de oudste attracties nog, hoor. Echt, hè? Ja, dit is zeker echt. En deze is helemaal automatisch. En zal altijd automatisch blijven. Daarom. Zij leren ook, je kan als je ook alleen in de park loopt, gewoon een keer in een attractie die gewoon automatisch gaat. En we gaan kijken in de toekomst of we dat nog meer gaan verbeteren en nog meer attracties automatisch gaan maken. En dan is gewoon de VIP's, hè? Als er gewoon een VIP-lijn is, je kan altijd vragen aan zo'n VIP van, VIP, wil jij iets openen voor mij? Want ik heb zo'n zin om daarin te gaan. Dan kan je altijd gewoon netjes vragen aan iemand. Precies. VIP's zijn eigenlijk hulpmedewerkers. Ja, eigenlijk wel. Ik zie VIP's als hulpmedewerkers ook. Ja, zeker weten. Want fantastisch. En het is zo leuk hoe ze meedoen altijd. Ja, het is zo leuk als jij dan bezig bent als admin of medewerker aan een gebouw. En dan zie je dat er weer een attractie wordt geopend door iemand. En het is heel druk in de server. Dan is dat heel fijn dat je van de hulp krijgt van mensen. En dat is echt fantastisch. Daarmee ook een compliment natuurlijk naar de mensen die... en bezoekers absoluut. En de VIP's natuurlijk. Er zijn ook, komt binnenkort een gebouw voor echt voor de VIP's, waar ook geen bezoekers in kunnen komen. Nee, dus helemaal voor VIP's. Helemaal only VIP. Speciale informatie en allerlei leuke dingetjes speciaal voor onze VIP's. Wauw. En ik zie daar een hele grote toren. Dan moeten we daar nog even kijken. Ja, een hele grote toren daar. Wauw. We gaan over de kop, Leroy. Oh nee! Leuk hè, de loopingbaan eigenlijk. Goed? Ik weet niet of je haar goed zit, je hebt een muts op. Oh ja, dat is wel makkelijk. En ik voel een achievement opkomen dadelijk. Ja? Ja, ik denk het wel. We moeten wel zeggen, niet alle attracties hebben achievements al. Dus gewoon even geduld hebben en dan komt het allemaal vanzelf. Maar de meeste attracties hebben wel een achievement. Dus wees daar niet bang voor. Yeah! Oh, we gaan een heel rondje. De layout is ook veranderd in 2.0. Zoals jullie weten, hij is langer geworden, de baan. Donaldbaan 2.0. Eigenlijk wel, ja. Alles 2.0. Alles 2.0. En ik hoor de remmen. Yeah! Bezoek de attractie Donaldbaan. We hebben hem. Dit is nog het inrangeersysteem waar we doorheen gaan nu. Extra stationnetje eigenlijk. Dat ziet er al heel leuk uit aan de buitenkant. Het gebouw is ook helemaal vernieuwd natuurlijk in 2.0. Dat weten jullie inmiddels. Het daarvoor toch al, volgens mij? Ja, het is een paar keer vernieuwd, geloof ik al. En hier is ga je al best aan de ondergang. Ja. Onderkant ga je nu. Zo. Huppakee, we gaan weer in de sneeuw. En ik loop op sneeuw. Ik ga liever even over de paardjes heen. Want de paardjes zijn ook wel heel fijn om over te lopen. Daarom, die sneeuwschuivers zijn wel ideaal. Dat die uiteindelijk... Het heeft even geduurd hoor, mensen. Ik weet het. Ja, ik denk dat ze vast stonden door de sneeuw. Hé, hey, ik ruik wat, Leroy. Ruik jij iets? Sorry. Nee, niet in de negatieve zin. Oh. Ik ruik iets heerlijks, iets warms. Ik ga erop af. Oh, is het Donald Friets? Is het Donald Friets? €10? Zo. €10? Dat is wel echt wel heel duur, maar het is wel van Chef Patat, hè? Ik ga eens kijken. Oh, Chef Patat heeft een frietkraam. Ik heb de achievements. In de stad. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd hoeveel achievements ik nu heb, want we hebben inmiddels wel 13 stuks. Het gaat lekker. Zo. Ja, het gaat echt goed. En dat in twee afleveringen. Dat gaat best wel heel erg rap nu. Zullen we eens door gaan lopen? Ja, goed plan. Want welke attractie? Daar is natuurlijk de Space Mountain hebben we daar. Dat is ook een fantastische attractie. Waar wil jij heen? Zullen we de bordjes kijken even?
Met de Small World vind ik zelf wel leuk. Small World zie je niet staan dan op de bordjes. Maar die staat hier niet op. Nee, dan moeten we daarvoor wachten dan denk dat ik. Dat is wel jammer. Maar welke attractie zie je dat we moeten bezoeken? Ik vind de Disney Garden is wel een hele leuke misschien. Leuke. Ja. Want dat is een automatisch, hè? Dus daar kunnen we hoeven geen VIP's voor of medewerkers die besturen. En volgens mij ga ik het al zien als ik. Oh, we kunnen twee kanten op. Oh, nou, dat is een beetje zoeken in Disneycraft af en toe, hè? Dat is ook een altijd beetje leuk. Altijd fijn. En misschien wel leuk om te weten, maar dit is hetzelfde soort station als ongeveer de Donalbaan. Bijna hetzelfde layoutje. Klopt, ja. Ja, dat was wel grappig. Oh, en we gaan hier een bochtje maken. Even kijken, we wachten rustig op het karretje. Is Captain Donald. Captain Donald. Oh het ja. Het karretje komt vanzelf. Kijk nou, eens. Dan moeten we even wachten tot het karretje komt. En ik ben benieuwd. Broadcast Disney Gardens. Oh, je kan nog een broadcast doen hier. Nou, ik ben benieuwd wanneer komen de karretjes. Ik zie nog een oud bordje. Sorry. Oh, dat is een oud bordje. Daar gaan we vervangen. Je zag het inderdaad boven isjes en onder isjes. En Leo gaat er nu een nieuw bordje maken. Ik ben benieuwd. Ik kan ook helemaal niks. Kan ik hier doorheen? Ja, ik kan hier wel doorheen. Oh, is dat de baan? Dat mag helemaal niet. Waar? Ik hoor karretjes. We gaan gewoon even wachten, mensen. Knippen we gewoon er even tussenuit. Commercial, hè? Ja, de commercial break. Daar is die. Ja, daar is die. Kijk, en daar is die al, jongens. We moesten even wachten, maar... Oh, hij komt helemaal vol. Ik wil nog wel een plekje. Mag ik alsjeblieft een plekje? Yeah, ik zit op de derde plek. Leroy, kom je ook? Yeah! Ja. Oh, jullie moeten even wachten. Sorry, jongens. Ja, het spijt me. Ja, sorry. Ja, we gaan hard trappen. En dan komt het karretje. Ja, dan zijn we heel snel weer terug. Ja. Sorry, jongens. Je had netjes dat jullie niet op de baan gaan. Ja, dat vinden sportief. We wel. Sportief, heel sportief. Tot zo, jongens. We gaan een ritje doen. Oh. En Sen zit voorin. En ik zie een eendje daar. Is dat Santa Claus of? Dat weet ik niet. Santa Claus. Oh, misschien wel, ja. En dit is een beetje een heerlijk rustig rondritje hier in de attractie. En dit is een van de nieuwe attracties ook wel. Want deze is... En het leuke is om te weten... De molen die je dadelijk tegenkomt... Die is nog van het Ridderdorp geweest. En het Ridderdorp is een van de... Nou ja, echt een hele oude attractie. Het was een dorpje en er stond gewoon wat met een kasteelmuur eromheen. Er stond bij de Tarzan glijbaan, geloof ik, in de buurt. En dat is echt... En die hebben dus opnieuw gerenoveerd. We hebben dus het hout aangepast, want het was helemaal kapot. Ja, het was rot gewoon, ja. Ja. En dat staat nu hier in deze attractie als monument. Echt heel fantastisch dat hij gewoon nog een plekje heeft bij ons. Hele oude molen, heel weinig details. Recyclen. Wel, ja, zeker weten. Weinig details, maar wel fantastisch. Ja. Hallo, ik zie je. Er zit een kikker in het gras. Ja, inderdaad. Kermit. Oh, Kermit. En biertjes. Een graskikker en biertjes hier, ja. Oh, wauw. Een groen beertje zelfs. Die heeft een winterjasje aan misschien of zo. Oh, er is iemand uit het karretje. Misschien komt de kikker erin. Oh, de kikker komt erin. Ja hoor. De kikker is erin gesprongen. En we komen langs allerlei huisjes. Deze heeft Irma gemaakt aan mijn hoofd. En het rookt daarbinnen. Het is een heel gezellig pandje. Het is gewoon een heel relaxed attractie. Het is gewoon een... En het leuke is dat je ook als je bij het restaurantje gaat eten aan de overkant... kan je dus ook de attractie zien vanaf het glas. Dus dat is... Moet maar eens een keer ontdekken. Dat zit zo in de hoek van de Peter Pan Jump Map en het Reuzenrad. Er staat in de hoek, kan je daar doorheen glippen. En er staat dus een restaurantje. En zo, er vliegt even een vliegtuig over. Wow! Ja, die staat er echt al heel lang, hè? Echt ook al heel lang. En ook nog, en Donald staat nog steeds op de parachute. En ik zie nog een klein vliegtuigje bovenin. Die is nieuw. Ja, die is leuk. Waarschijnlijk gemaakt door Kevin. Kevin is heel erg verantwoordelijk voor downtown en treinen, boten, bussen, vrachtwagens, vliegtuigjes, helikoptertjes, airports, brandweerkazernes, politiestation, alles. En ik heb een achievement gekregen. Bezoek de attractie Disney Gardens en daarmee hebben we een mooi einde gesloten aan deze aflevering. Inderdaad. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden en willen jullie meer? Abonneer. Vergeet niet te liken en abonneer kan in het midden van het scherm. Bedankt Leroy voor het meedoen en dan zien we je graag terug. Doei! Wacht dan!